Met een beetje mazzel zit je nu op je PlayStation 5 te spelen. Net zoals Lucas en ik eigenlijk wel non-stop aan het doen zijn. Maar het is niet allemaal even feestelijk overal. Want sommige mensen mochten nog wel eens tegen problemen aanlopen met de PlayStation 5. Wij hebben de meest voorkomende problemen voor je opgezocht. En we hebben de fixes voor je. Dus mocht je tegen een probleem aanlopen met je PlayStation 5, dan zijn we hier om jou te helpen. We moeten er wel bij zeggen, Lucas en ik zijn nu beide flink aan het spelen op de PlayStation 5. En zelf hebben we nog geen problemen ondervonden met de nieuwe console van Sony. We hebben wel wat collega's die wel wat problemen hebben gehad met de console. Maar het belangrijkste is misschien nog wel om te melden, Sony zit hier natuurlijk zelf ook bovenop. Er is al een system update geweest die al een hoop kleine bugs en grotere bugs heeft gefixt. Dus er wordt aan gewerkt, maar raak vooral niet in paniek. Want alles lijkt gefixt te kunnen worden. Toch? Ja. En ja, er is een downloadrij bug. Dat wil zeggen, wil je een game downloaden, dan kan die game eindeloos in een soort van limbo komen te staan. In een soort van downloadrij of in een download queue en hij wil gewoon niet downloaden, kan niks gebeuren. Sony kwam eerst met de oplossing en die was factory reset je PlayStation. Dat hoeft niet meer. De laatste systeem update schijnt dit probleem verholpen te hebben, maar mocht dit nog niet geholpen te hebben en je game wil maar niet downloaden en je kan hem maar niet spelen, dan hoef je nog steeds niet je PlayStation te factory resetten. Wat ga je namelijk wel doen, je gaat je database rebuilden. Je zet je PlayStation even volledig uit, haal even de HDMI kabel eruit, haal even de stekker aan de achterkant van je PlayStation eruit. Laat hem even een minuut volledig uitstaan. Koppel hem weer aan. En druk op de powerknop aan de voorkant van je PlayStation. En hou die even een paar seconden in totdat je een tweede piep hoort. Dan kom je namelijk in de safe mode van de PlayStation 5. Koppel je DualSense controller aan met de kabel op je PlayStation 5. Druk op die PlayStation knop op je controller. Dan kan je controller gebruiken en ga naar optie 5. En daar staat Rebuild Database. Voer dit uit en dan zou je weer gewoon je games moeten kunnen downloaden. Ja, een ander probleem dat mensen hebben is wanneer ze hun PS4 games en save games gaan transferen naar de PS5. Dat is een optie die je krijgt als je net je PS5 uit de doos hebt gehaald. En daar problemen die er zijn, is dat het soms heel erg langzaam gaat of dat het gewoon überhaupt niet wil werken. En kennelijk gaat dat dus via de kabel mis. Je zou denken, nou ja, via de kabel zou het juist goed moeten gaan. Maar helaas, dat is dus niet het geval. Dus de oplossing hiervoor is, doe het via wifi. Dat is toevallig hoe ik het zelf ook heb gedaan, van mijn PS4 naar mijn PS5. Maar dat was meer omdat ik geen kabel in de buurt had liggen. Maar bij mij duurde de wifi ook wel heel erg lang. Goed, was veel data dat moest worden getransferd. Maar het ging wel soepeltjes. Hè? Je moest redelijk lang wachten, maar uiteindelijk stond alles gewoon prima netjes erop via wifi. Dus heb je problemen met je data transfer van de PS4 naar de PS5, gebruik gewoon wifi. Ja, het kan wel werken hoor, via je kabel. Het is niet zo dat het niet werkt. Het zou kunnen zijn dat je tegenaan loopt dat het of heel lang duurt of dat het niet werkt. Wil het helemaal niet werken, dan zou je je PlayStation 5 kunnen factory resetten, mocht het nodig zijn. Maar dat wordt een beetje lastig vanuit een installatie natuurlijk. De makkelijkste manier om te data transferen op dit moment is of via wifi. Of via PlayStation Plus en gewoon de games downloaden. Als je PlayStation Plus hebt, dan kan je je save games op de PlayStation 4 uploaden naar de cloud. En dan kan je ze op de PlayStation 5 downloaden. En gewoon even je games opnieuw downloaden. Het gaat razendsnel op de PlayStation 5. En een ander probleem waar mensen wel tegenaan lopen is, als je je game installeert, zoals Assassin's Creed Valhalla of Call of Duty Black Ops Cold War, tegen het probleem ben ik zelf ook aangelopen, is dat hij de PlayStation 4 versie opstart in plaats van de PlayStation 5. En soms heb je het nog ineens door dat je de PlayStation 4 versie aan het spelen bent. Zoals ik, die hier gewoon een half uur lang op Steam de PlayStation 4 versie van Call of Duty aan het spelen was. Terwijl je eigenlijk natuurlijk de PlayStation 5 versie wil spelen, want daarvoor heb je die machine. Wat je daarvoor nu kan doen is op het dashboard, als je de game, je gaat op die tegel staan, dan ga je naar beneden naar play. Daarnaast staan drie puntjes. Daar klik je op en dan komt er een menu naar beneden. En dan kan je naar beneden scrollen van welke versies van die games zijn geïnstalleerd. En dan moet je dus de PlayStation 5 versie selecteren van die game. En dan start je de juiste versie op. Ik had daarna meteen de PlayStation 4 versie van Call of Duty Black Ops Cold War verwijderd. Zodat ik alleen maar de PlayStation 5 versie kan opstarten. Maar loop je tegen dit probleem aan, ga even naar beneden, die drie puntjes, en start de juiste versie.
Ja, toch wel gek dat, dat de PS4-versie ook gelijk wordt gedownload op de PS5. En dan ook gelijk bij mij vaak als eerst de PS4-versie en dan pas de PS5-versie. Maar goed, dat wordt hopelijk gefixt in een update of veranderd in ieder geval. Een ander probleem dat mensen hebben is dat ze problemen hebben met externe harde schijven. Dit is wel echt even een dingetje. Externe harde schijven zijn natuurlijk super handig voor het opslaan van je PS4 games. En dan kan je daar gebruik van maken op die manier. Maar dit zorgt er gewoon voor dat de PS5 uitgaat. En dat je daar problemen hebt met je PS5. Oftewel, het gaat niet lekker met externe harde schijf. Dus wat moet je dan doen? Je moet je database rebuilden als je hier problemen van hebt gehad. Op dezelfde manier zoals Martin het had uitgelegd. Maar extra grote tip hebben voor jou. Gebruik op dit moment gewoon even geen externe harde schijven. Het kan gewoon voor problemen zorgen. Voorkom problemen. Want dat wil je niet. Maar je kan ze wel gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld een SSD gebruikt om mijn games over te zetten van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5. Maar parkeer voor nu niet je PlayStation 4 games op de externe harde schijf terwijl je die aangesloten houdt op je PlayStation 5. Ik heb het gebruikt om het echt van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5 SSD te zetten. En dan daarna heb ik de harde schijf of de SSD losgekoppeld. Maar wil je je PlayStation 4 games parkeren op de SSD of HDD en houden die aangesloten aan de PlayStation 5, dan kan het dus voorkomen dat je een foutmelding krijgt en dat je eigenlijk gewoon een zwart scherm krijgt. Raak dan niet in paniek. Start de PlayStation 5 op in de safe mode, rebuild de database en koppel even die HDD los, zodat je die foutmelding niet meer krijgt. Dus voor nu nog even geen externe harde schijf aangesloten laten op je PlayStation 5 totdat de fix er is. En het zal niet lang meer duren. Yep. Dan hebben we er nog eentje. Mensen komen ook tegen het probleem aan als je een game wil installeren vanaf disk. Bijvoorbeeld Miles Morales. Dan steek je de disk erin, dan gaat hij installeren en dan ga je hem spelen. Wil je hem dan de volgende keer weer opstarten, dan moet je natuurlijk weer even de disk erin doen om de game te gaan spelen. Maar dan zou het voor kunnen komen dat hij de game weer opnieuw wil gaan installeren, terwijl hij al geïnstalleerd staat. Ook hier is de rebuild database misschien wel de oplossing voor jou. Dus wat je doet, je zet je PlayStation helemaal uit. Je start hem op in safe mode. Dat doe je door de aanknop op de voorkant even een paar seconden ingedrukt te houden totdat je de tweede piep hoort. Dan scroll je naar optie nummer 5 en die selecteer je. En dan rebuild je database. Je hoeft je dan geen zorgen te maken. Je raakt voor de rest niks kwijt. Je ruimt gewoon je database opnieuw op. En dan zou het weer moeten werken. Nou, terwijl Martin even bijkomt, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk kunnen we hiermee een probleem voor jou oplossen. Maar hopelijk al helemaal heb je gewoon helemaal geen problemen met je PS5, zoals Martin en ikzelf. Goed. Nou, Martin gaat even een glaasje water pakken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te subscriben. Vinden we allemaal leuk. En heb je zelf nou wel een probleem? Gooi het even in de comments. Want dan kunnen we even kijken wat er nou echt speelt bij de mensen thuis. En misschien hebben we nog wel een oplossing voor je. Dus... ja, misschien kunnen we je gewoon helpen. En jij zou ons ook dus heel erg kunnen helpen door even te abonneren op dit kanaal. Zoals Lucas net al zei. Want dan kunnen we meer van dit soort video's maken. En mochten er problemen komen met de PlayStation 5 of Xbox Series X, dan zijn wij hier om je te helpen met jouw probleem. Zo zijn we dan ook alweer. Thank you.